Waarom doen we dit eigenlijk nog? Kunnen we niet gewoon tevreden zijn met de radio dat we hebben? Hey. Zeg, interesseert het u niet of zo? Ah, jawel, maar jij wil even graag als ons goede radio maken, hè? Premier Winters besliste gisteren samen met de regering na de recente aanslagen om tijdelijk geen radio meer af te spelen. Dit komt. We zullen een tijdje alleen het volkslied te horen krijgen. Weg met uw volkslied. Imagine no restrictions. Op zoek naar drie terroristen onder de naam Brecht Verkouteren, Emma Janssens en Amber Janssens. Het drietal zou verdacht worden van het boycot van nationale veiligheid via het gebruik van radio. Mogelijk zeer provocerend voor terroristen. Overal in het land wordt nu... En dit was Enter Shikara met Constellations. Welkom terug bij Vrij Boven Veilig, de enige radio waarop muziek te horen is in het hele land. Dankzij onze premier Winters, door wie we nu helemaal niks vrijheid meer hebben. Dus, weg met uw volkslied. Imagine no restrictions. Je moet het ook niet uitdagen, hè, Bricht? Waar heb ik mijn sigaretten weer teruggeleid? Ik zie daar niemand te zien, hè. De politie wil er nog even extra op benadrukken dat het van cruciaal belang is om elke verdachte activiteit te melden aan uw plaatselijke politiebureau. En dan nu het weer. Deze namiddag zal er een occlusiefront over het land trekken, waardoor er enkele stapelwolken en mogelijk een aantal buien zullen vallen. We hebben veel... Imagine no restrictions. Goed. Zeg, Emma, jij bent toch niet gezien, hè, daar straks? Emma? Nee. Emma, wij gaan slapen. Ah, dag, zusje. Nog wakker? Ik ben wel lang wakker gebleven. Komt hij mij nog wat meer uitlachen, of wat? Het is niet omdat je Brecht niet kunt krijgen. Boer! Maar wel die van Brecht. In de gevangenis zijn mannen en vrouwen toch gescheiden, hè? Wat? Ik denk niet dat jullie nog veel gaan kunnen genieten van je relatie. Ik ben gezien. Oeps. Meende jij dat? Godverdomme, ik heb je nog zo gezegd dat je moest oppassen. Hebben die de flikken gebeld? Oh, merde! Domme! Wij moeten hier weg, hè. Schat, kun je even al iets brengen naar de auto? Laat al iets zien, maakt niet uit. Ik moet dat hier eerst afmaken op mijn manier. Beste luisteraar, het was me waar genoegen om jullie tenminste te kunnen voorzien van één dag goede radio. Echt, stop er gewoon! Jij moet bakken gewoon hadden, Jesus! Excuseer, maar sommige mensen kunnen jammer genoeg hun persoonlijke gevoelens niet opzij zetten voor gemeenschappelijke vooruitgang. Imagine no restrictions. Dit was het laatste bericht van Brecht Verkouteren, de leider van het drietal, voordat de politie hen oppakte na een raid in een verlaten school. De politie had een tip ontvangen van twee studenten die toevallig passeerden na een schooldag.